Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Black and White 2 Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Hallo. Hallo. Sander begint opnieuw, wat de vorige aflevering al even zeiden, omdat hij vastliep. En omdat natuurlijk zijn team natuurlijk best wel gehavend was. Ik heb met Sander afgesproken dat hij mag speed-uppen. Ja, en dat doet hij ook. En dat doet hij ook. Alleen even. En dat mag hij doen tot de plek waar hij de vorige keer zeg maar eindigde. Ja. Net als hoe ik het had net als hoe ik het had gedaan toen ik White in het begin. Ja. Dus dat is leuk. Ik noem mezelf weer gewoon Sokka, want we hebben Sokka te weinig gezien. Sokka en Zuko. Kabim. Precies. Precies. Oh, ik heb hem nu genoemd. Ik was aan het spammen. Ik vind het toch heel grappig. ik hou hem zo. Yeah. Winter. Yo, Winter is coming, dat is toch van iets? Of zo? Ja, van het spelletje is van de tronen. Dat heb ik nooit gezien. Dat vind ik eigenlijk wel. Ik vind dat op zich best wel iets voor jou. Oh, wat kut, zeg een Kingler. Wat van de serie? Huh? Wat van ik de serie? Het enige wat ik weet is dat er seks en moord in de game zit. Meer weet ik er niet van. Oh, en toen zei jij, je bedoelt in de serie. Ja. Ja, nou ja. In deze serie zit jammer genoeg geen moord. Alhoewel al mijn Pokémon's gaan er aardig hard aan. Dus op zich... Ja, ik vind Game of Thrones op zich best wel een serie die jij leuk zou kunnen vinden, denk ik. Wordt één aflevering gezien en ik vond het best saai. Ja, dat vond ik de eerste aflevering ook. Toen dacht ik ook van meteen van, ik ga het niet verder kijken. En toen had ik een keer 3 afleveringen achter elkaar gekeken en toen vond ik het vet. Ah. Ja, nou, wie weet. Maar ik moet ook nog hun tik en zo kijken, joh. Ik heb dat zo veel. Ja, terwijl je gewoon nooit kijkt. Ik kijk hartstikke veel. Alleen, die heb ik nog nooit bekeken, nee. Dat geef ik toe. Anders dan moest ik hem ook niet kijken. Nee, jij bent alleen maar parodies aan het maken. Ja, maar dat moest. Dat was hartstikke hard nodig. Van vurige slakken en zo. Ja. I'm not made of blood, but I'm a magma. So here's my number. Zo kalm is leuk, maar ja, ik kan dit gewoon doen, want de kijkers die hebben het natuurlijk al lang gezien. Kabooming. Ik weet natuurlijk... Oh, hij is psychic zeker. Wat kut. Ja, flying psychic, ja. Maar Crocodile. Oeh, Crocodile Slowbro. Ik zou voor Crocodile gaan. Ja, ik ga voor Crocodile, want Crocodile... Best wel goede starters, hoor. Zo'n leukie. Ja, zeker, vooral als je Water Tribe bent. En dat ben jij. Dat ben ik zeker. Dat komt goed uit, Ring. Ik noem hem wel. Oh, deze zo. Gym is zo kut. Weet ik niet, ben ik nog niet geweest, dus ik kan er niks over zeggen. Daar zit het in. Oh nee, wacht. So here's my number. So wacht, come snap je? Ja. Snap je? Nee. Wij willen. Heb ik hem genoemd. Ik snap hem niet. Oké, denk aan krokodil. Hè? Wat lijkt? Welke naam zou je een krokodil geven? Snappy. Ah, nee. Nee, Croaky. Wij willen. Croaky, dus ik heb hem wij willen genoemd. Want wij dat vind ik wel heel ver gezocht. Nee, echt iedereen in de comments zegt zo, Milan, waarom snap je dat niet? Ja, de enige in de comments is Jordi. En Jordi kennende, gaat hij dat echt niet zeggen nu jij dat hebt gezegd. Oh, ik wed dat er sowieso één iemand in de comments is die dat gaat zeggen. Ja, de enige die niet telt is Gaming SB. Ah, nou. Flauw. En ook niet of als je Simon of Nando betaalt. Oh nee, jij zou ze sowieso niet betalen. Wow. Heb ik ongelijk gezocht. Wat dood.
Nou, tot zover de Nuzlocke. Dank jullie wel voor het kijken. Het was... Oh, het viel. Jij hebt helemaal geen ballen met pokies, dus dat telt helemaal niet. En ik win gewoon, hoor. Dus ik weet niet waarom je zo weinig vertrouwen hebt. Ik heb helemaal niet weinig vertrouwen. Ik heb vertrouwen in dat ding. Ah, you died. You losing, boy. Dat is zo jammer. Dat had zoveel XP in kunnen zijn. XP-ing? XP-ing. Ken je dat niet? Dat is wel een Engelse vertaling van XP. Want experience points is al niet Engels. Nee. Dat is super Nederlands. Dat is magische poedering. Het is voor Nederlands het Engels. Like, that's not a cookie. Het is natuurlijk, that's another cookie-ing. Inderdaad. Dat was goed geweest. Waarom denk je dat die Engels het allemaal niet snapte? Omdat die Engelsen doming zijn. Ja, en... Ik snap het niet als er geen ing achter staat. Snap ik. Dat is niet hoe een taal werkt. Yo, jij moet tegen zo'n Bugsy? Nee. Hij heet niet Bugsy. Bug. Vergezocht. Wat? Bug. Vergezocht hoor. Dat klopt zo. Qua naam. Nou, dat weet ik. Yo, ik ga je laten zien hoe Pokémon vangen, want jij hebt het nooit gezien. What the fuck gebeurt hier? Oké, ik leef nog op 1 AP, maar what the fuck? Yo, Purloin. Ik denk dat ik ook opnieuw kan beginnen zo. Nee, dat is niet leuk. Jij bent al een keer opnieuw begonnen. Jij mag dat niet. Oké, hij zit. Yes! Ik heb een Purloin. Oh nee, wacht. Ik heb hem niet. Zo verwarrend die catching tutorial. Ik snap er niks van. Snap ik wel. Jij bent geen Pokémon Master. Seeking krijgen. Of het Slugma. Oh nee, Slugma mag ik niet vangen. Mantine is gewoon de ultieme counter van mijn Blaziken, hè? Ja, dat is wel kut. Ik werd hier eventjes ziek hard geïntimideerd door zo'n Drillbur. Ja, dat doen ze. Yo, bestio dan? More like... Bestio gone? Ah, snap je? Want hij gaat dood straks. Oh, ik dacht niet. Since you've been gone! Since you've been bestio gone... I can't breathe for the first time. Yeah, dat wordt de eerstvolgende parody. Ik zoek wel altijd Pokémon op die echt nul keer in de anime voorkomen. Weet je hoe vaak Slugma in de anime is voorgekomen? 1 miljoen keer. 3 keer. Oh, dus niet nul keer. Nog een aantal keer in de background, maar dat telt niet. Maar ik vind wel dat dat telt. Dat, daar kan ik toch niet genoeg footage voor zo'n sick power die maakt. Dat klopt, ja. Nou, dus dat vind ik niks. Oeh, ik heb flame body. Somebody. Flaming the body. Yo, ik vind Croaky, of wij willen bedoel ik, vind ik nu wel fire. Want hij heeft de blaze. Body. Yo, okay. Hij raged. Hij past echt bij mij. Hij raged. Dat was, jij bent de rage mastering. Oh, yo, don. Die heb ik nu wel vaak genoeg gezien. Nu word ik boos. Zie, hij past echt bij mij. Ik word nu al boos, hè? Nee, ik ben niet echt boos. Jezus. Hey, sorry. Ik wist niet dat hij ook meedeed. Ja, dat wist ik wel, want dat zei je voor de opname zo. Ja, ik wil wel zeggen. Jij nooit luistering naar wat ik zeg, hè? Jawel, want ik zei direct jawel, dat wist ik wel, want... Dat zei je voor de opname. Yo, je hebt wel een zieke Pokémon op het schermpje. Die zo dood gaat. Nee, jij moet vertrouwing hebben. Ho. Ik heb vertrouwing in, want ik heb een verslag in. Nog 3 Pokémonings te gaan in. Oh, je moet nog... Oh, dat wist ik niet. Ik heb dit stukje van de game voor mijn gevoel al wel een keer eerder gezien trouwens. Kan dat aan mij liggen? Ja, dat kan aan jou liggen. Ik moet wel een Bardigan. Ik ga dood.
alweer? Het is een Rotom, wat moet ik daar tegen doen? Een Legendary. Auw. Het is helemaal een Legendary. Ik ben dood. Weer leugens. Sinds je belooien? Niet veel, gozer. Het scheelde niet veel. Kijk, Astonish, dat mag die vaker doen. Als wij nou even snapping out of the confusion, ik heb gewonnen. Lekkering, Soundring. Oh, moet ik nog één voordat ik een encounter krijg. Zou je niet even healen? Jawel, maar ik wou eigenlijk direct voor die encounter gaan, maar toen zag ik dat er nog zo'n gozer in kwam. Kom je in een encounter die je niet kan runnen, die super effective is, ben je ook gone. Ja, dat is waar. Since I've been best, you're gone. Kom op Pokémon die ik makkelijk kan verslaan. Clefable, oké. Ik ga een Pokémon niet vangen, want ik ga eerst het trainen. Metronoom? Nee. Oké. Okay. Oh, dat was een crit, oké. Okay. Yo! De zil zie ik zo'n Graveferfer. Een Graveferfer? Ja. Eeuw. Die mag je niet, hè? Graveferfer. Nee, dat is jammer. Maar dit is ook trainer battling. Ik heb gewoon een gym verslagen, dat ik echt niet verwacht. Hé, hey, je bleef ik een leef nog. Ik dacht dat je zei dat hij dood ging. Hij zou dood moeten gaan, maar ik had geluk dat de Sableye de Master Ring was. Ja, Wardekun gaat vast wel killen. Dat denk ik ook wel, ja. Dat dacht ik, dat was serieus. Oh, wat yo? Bulky? Bidoo is power. Power Ring, zoals ze dat in het Engels zouden zeggen. In het echt niet, of normaal niet in, dus je hebt wel een speciale bedoeling. Nou. Die wil ik ook. Ik hou van je Bidoo. Oh, dat werkt. Dat bij de chicken ook werkt. En hoe moet ik hem noemen dan? Magische poedering? Noem hem Tulip, want dat ging je doen, hè? Hoe wist je dat? Maar het is helemaal geen top, het is toch een roos? Ja, dat weet ik, maar jij noemt jouw Roselia toch ook altijd Tulip? Dat dacht ik tenminste. Ik heb wel meerdere Pokémon. Grass Pokémon te opgenomen. Oh, je bent zo'n onoriginele boy. Ja, eigenlijk wel. Maar wat moet ik dan? Noem hem Vincent. Zaad. Nee, zaadje, maar dat vind ik ook zo alleen. Dat is. Nee, ik noem hem gewoon. Noem hem een of andere plant scheikundige term. Of nou, nee, biologische term dan in dit geval misschien. Ik noem wel de classic C6. C6? Dat was gekozen. Hij maakt hem vast aan. Kijk, dit vind ik nou een originele naam. Ik heb een Tropius die zo'n banaan heeft. Omdat daar ook veel suiker in zit. Die kan ik wel verstaan. Omdat er ook veel suiker in zit, had ik die ooit al C6 H12O6 genoemd. En dan noemde ik hem als ik hem uitzende gewoon altijd gekozen, want dit is wat gekozen is. Dat vind ik nou stoers aan het brengen. Ik ben helemaal trots. Nou, ik vind het een goede aanrader. Wat gekozen? Dat je dit zo aangeraden hebt, vind ik heel fijn. Daar ben ik heel blij mee. Nu al je Pokémon, hè, behalve Croakie. Ja, want die moest wel wij willen, anders had ik hem H2O moeten noemen, dat is wel heel... Daar heb je nog alle andere waterpokémons die je straks tegenkomt. Precies, precies. Ja. Wat is deze guy? Oh, een Uxie, een big brain, maar dan lelijk. Er zijn al gewoon 3... legendarische Pokémon op jouw scherm gekomen. Dat kleine stukje wat je hebt gespeeld. Voltrax, Lugia en Uxie. Ja. En Rotom. Oh, flikker op. Sorry. Dat is wel... Ja, Rotom is... Ik heb wel een Colrazing. Colrazing? Wat is dat?
dat is die gast waar ik mee sta te praten. Oh. Ja, het klinkt wel echt als een Pokémon, dus het zou zo kunnen. Ik heb een Lechonk, heb ik. Yo. Lechonk. Glucose gaat echt heel veel levels. Check hem. Oei. Hij is gewoon level 6, joh. Dat is gewoon kabooming. Dat is heel goed, en dan krijgt hij friendship. Dan denk je zo van, yay, je hebt me geleveld, dat vind ik leuk. Dat. Yeah. Oeh, in de piemel heb je een lampet gevonden, die mag je niet vangen. In de piemel doe ik dat niet. Oh, dit was niet slim. Ben je niet slim? Nou, glucose stond voorop. Oh. Maar het viel mee. Water gunning. Water gunning. Oh, dat is niet eens een one hit KO. Yeah. Dit is een joltige Ion, die mag ik. Mijn Croaky is best wel slecht als hij niet eens een one hit KO'tje kan. Kom op, grass. Oh, dat is nice. Niet wat ik mag in ieder geval. Niet een lampend. Level 7 ook. Intimidate? Ik ben nu wel een beetje geïntimideerd. Ja, dat snap ik wel. Oh, dat en was niet seksueel. Nice. Oh, het was wel een vrouwtje tegenover een mannetje. Dus dat had wel gekund. Nou, dat kan ook, Sander. Wat is dit nou voor een homofobe... Oh ja, dat kan ook gewoon. Ja. What the fuck? Oké, ik heb niks gezegd. Rhydoning. Strivia! Ja. Oh, ik moet oppassen. Gekozen is natuurlijk... Ja, die gaat dood. Alhoewel, Staravia kan waarschijnlijk nog geen wing attack. Maar... Wing attacking. Wing attack en burn. Oeh, dat is wel gunstig. Maar zet ik er ook wel een timer op. Dat is wel iets minder gunstig. Ik doe wel gewoon zo'n pokeball. Ik denk niet dat hij in één keer zit, maar hij zit sowieso op een gegeven moment. Of hij zit wel, want hij houdt van me. Ja. En ik hou van haar. Ja, hij houdt van haar. Hij houdt van jou. Jij houdt van haar. Doe iets met lucht. Wat is de N2 plus? N2 plus O2, want de lucht bestaat voornamelijk uit stikstof en een beetje zuurstof. En nog wat andere dingen, maar boeien. Boeierd. Boeien. Dat valt wel mee. En deze wist ik uit mijn hoofd, omdat deze ja, best wel belangrijk zijn. En nee, N2 is niet de stikstof waar we het over hebben in de stikstofdiscussie. Voor de mensen die dat denken. Ik snap het, want het is wel stikstof, maar stikstofdiscussie gaat niet over stikstof. Gek genoeg. Is handig. Het gaat over stikstofverbindingen. Maar omdat het er meerdere zijn, noemen we het de stikstof. Want logisch. Weet je hoe ik het zou noemen? Nou. Stikstofing. Ja, dat zou nog beter zijn. Ja, dat doen meisjes niet. Oh, dan moet ik eigenlijk die flying guy voorop zetten. Oh, ik kom ooit één keer een Jolteon tegen en die scratch ik met de crit natuurlijk. En nu kom ik geen Jolteons meer tegen. Oeh, dat is vervelend ding. Dat had ik toch voor de aflevering dat vind nou ik nou ook, Sandring, dat dat vervelend ding is. Nou, dan is het zo. Als wij het allebei vinden, dan is het zo. Precies. Nou, daar ben ik het mee eens. Ik kom alleen nu nog maar Rhydon's tegen. Rhydoning! Het! Snap je? Ride on my nuts? Ja, dat snap ik. Ja. Nou, nee, oké, dan is het goed. Als ik ooit een Rhydon vang, noem ik hem Rhydon. Nee, noem ik hem my nuts. Ah, these nuts mag ook wel hoor. Nee, Minuts is leuker. Nou ja, maar... Die ik zag zo'n grappige video, dat ging over What is Ligma. Ah, hij was zo grappig. Hij werkt niet als je hem uitlegt, want dan is hij niet grappig. Ik zal hem je sturen, Milan. Ja, is dat My Balls? Ah, nee. Het was zo'n Sonic video en daarin gingen ze dus uitleggen wat Ligma is aan zo'n computer guy, want ja, zo'n computer. Oh ja, die heb ik gezien.
Ja, meer kan ik niet zeggen, want dan is hij niet meer grappig, zeg maar. Godverdomme, kut, Jolteen. Nee! Whirling Winding, bedoel jij? Whirling Winding, ja. Dit is wel kut, in. Bedoel ik. Deze bal is wel great. Trivia! Trivia! Quick attack, please do Whirlwinding. Oh, nu doet hij Weatherball. Dat deed best veel damage. Dat vond jij ook, of niet? Ja, ik heb potions. Ik ga toch naar waar hij wil. Ik hoop maar dat hij geen whirlwind doet. Dat zou ook dom zijn nu. Hoe dan? Waarschijnlijk heeft hij alleen maar whirlwind. Oh ja, hij heeft ook Weatherball. Hij heeft niet alleen maar whirlwind. Weet je welke game ik jou heel graag een keer zou willen zien spelen? Zo Emerald, dat weet ik al. Nou, die ook, maar ook een andere game. Want nee. Dat is geen Kaizo game, maar dat is gewoon een originele game die gewoon zo kut is. Nee, dat weet ik. Metabots. Metabots! Nee. Jordi vindt Metabots dus kutter dan Kaizo. Ik niet, overigens, maar... Oké. Okay. Ja, maar Jordi is no life in Pokémon. Pokémon, dat klopt, ja. Kijk je onze Kaizo? Die is nu online aan het komen. Ik heb gezien dat die online kwam. Nice, dat is de eerste stap. Bro, waar moet ik de tijd vandaan hebben? Ik moet nog 3 video's editen. Oh, ik weet het niet. Misschien had je de tijd beter kunnen steken dan in een Slugma parody maken. Hij was zo leuk. Hij is echt leuk. Is hij, staat hij online? Nee, toch? Hij komt morgen 1:30 online. Voor de kijkers staat deze Jolteon kan echt de vinketering krijgen. Dat is niet aardig, hè? Maar ik meen het wel. Ja, dat is niet netjes. This is what the deck says. So here's my number. And call me Slugma. And all the trainer boys try to call me. Ja, ik moet toch iets. Dit wordt genieten, wordt dit. Eventjes met mijn prachtige zang. Dit wordt genieten. Wat? Dit editen die, of nee, de nee. Video? Die parody, dat wordt genieten. Ja. Hij is ook genieten. Genieting. Zoals ze dat in het Engels zeggen. Ik krijg er wel veel XP voor, toch? Oh, Weatherball. Oh, dat is niet flying natuurlijk. Waterballing. Nee, want dat past zich aan op de weather. Zo werkt Weatherball wel, ja. Ja. Moet ik naar wij willen toe? Ik kan sowieso niet naar N2O2 toe. Ik kan nog één tanken, maar Absorb doet niks. En als de crit is, was ik niet gekut, trouwens. Als nu een crit is, ben ik wel fucked. Dus ik ga healen. Waarom moet ik ook weer precies degene kiezen dat hij een Lugia kiest? Ja, dat je inderdaad toch de Slowbro beter kunt kiezen. Maar Croconaw is uiteindelijk wel een veel betere Pokémon. Ja, dat denk ik ook. Weatherball, oké. Ik heb gewoon bijna 15 Great Balls aan deze Jolteon verneukt. Ja, ik durf hem alleen, niet aan te vallen, want dat ging helemaal fout de vorige keer. Ja, dat is niet leuk als het fout gaat. Dat gun ik je niet. Dus ik gun jou gewoon een leuke run met niet al te veel dooien. Ja, want het kan vriezen en het kan dooien, maar het liefst heb ik... Geen dooien. Dooien, vriezen, kom op, wat is dit nou? Dooien, vriezen? Wauw, dat is echt niet aardig. Dat is echt niet aardig. Bro, dat is echt zo'n Drents grapje, daar. Dat is de anthem van Groningen en Drenthe. Het kan dooien en het kan vriezen, maar het liefst heb ik dooien, vriezen. Ik kan quick attack doen. Quicking attack? Ik weet niet of ik dat red. Zou ik dat redden? Het lijkt wel alsof hij nog maar 1 HP heeft. What the fuck is er mis met deze Jolteon? Echt. Het werkt. It do be working. Het lukte! Yeah! Yes, he did it. Het lukte! We gingen op voor de berg en deden zo'n quick attack. Ja, het lukte. Gewoon een nieuwe party? Yo.
Jongens, ik ben even weer 3 dagen offline. Om een parodie te maken. Nee. Nee, ik moet nog één video voor Simon ook editen. En mijn eigen clipcompilatie. Is dat toevallig zo'n geogazing? Ja, hoe weet je dat? Misschien nog een keer. Ik zit erin. Ja. Ik vond het wel leuk, eerlijk gezegd. Maar ik denk niet dat ik dat nog ga doen, want ik denk dat niet dat ik dat red. Maar ik moet eigenlijk voor dit weekend ook nog een Omega Ruby hebben. Maar ja, ik heb al wel een video, dus ik weet niet of ik dat ga doen trouwens. Ik moet eigenlijk nog steeds voor zondag een podcast opnemen, maar ik denk dat dat er ook niet in gaat zitten. Oh. Black Slug bedoel ik. Ik zit helemaal in de Slugmaas. Ik heb wel echt een nieuwe Pokémon meme. Oh, Sunflora is dood. Ik heb wel een nieuwe Pokémon als meme erbij. Ik had natuurlijk al Seeking, Gravifer en Pidgey. En Skitty natuurlijk. Skitty is jouw favoriete Pokémon. Wat is er mis met deze kut Jolteon? Echt, niet te geloven. Wat is er mis met je kut Jolteon? Ja, dat hij gewoon niet in een Pokéball zit, is toch niet zo moeilijk? Eigenlijk vroeg ik het aan Jolteon, maar ik vind het wel fijn dat je antwoord geeft voor hem. Misschien heeft hij het er wel heel lastig mee met leuk, allemaal postjes en Pokéballs verneukt voor niks. Yo, ben jij mijn Croc nou? Want jij kunt ook wel wat van dat rage. Ja. Dat klopt, ja. Dat was wel gemeen. Nou, ik vond het wel goed eigenlijk. Yo, Sunflora? Ik haat je. Die Pokémon moet je niet eens willen, denk ik. Weet je hoe slecht Sunflora is? Jij bent altijd van, je moet elke Pokémon. Dat is waar. Je hebt gelijk. Dan, en ik kom hem nog een keer tegen of ik hem niet vang, hè? Ja, nou, dat hoeft sowieso dat niet. Dat is niet hoe dat werkt in zo'n Spok, maar goed. Je hebt ergens gelijk, zeker omdat jij bent. Maar toch is hun flora wel echt heel slecht. Het is wel zeker in het begin handig om een Pokémon te kunnen sacken misschien. Ja, daarom. Maar ik heb nu al wel best wel veel balls aan hem verspeeld. Ik doe nog 1 bal, want dan heb ik precies 5 Pokéballs aan deze guy. Girl verspeeld. Hij vindt het niet leuk als ik hem guy noem terwijl hij een girl is. Daar ben ik wel achter gekomen. Ik doe nog een Pokéball. Kan mij wel de goede pronouns gebruiken, Zander. Yo, fuck haar. Ik moet wel gaan runnen, denk ik. Of ik moet hem afmaken met een quick attack. Ik denk dat ik dat doe. Goh, als hij nu niet dood is, oké. Okay. Then you had a lot of pegging. Oh, dan was ik wel aan het huilen geweest. Want die Staravia, dat vind ik wel zo'n cutie. Die wil ik wel houden. Zo'n cutie guy? Of ja. Girl? Girl, want het is een girl. Heb je gevraagd hoe hij zich identificeert. Ja, en hij liet toen op het beeld zien, yo, rood, en dan zo'n spiegeltje. Dus ik wil vrouwtje genoemd worden. Ik kan het mooi vertellen, jij. Ja, dat is echt zo. Kijk. Kijk, zo'n spiegeltje. Zij moet wel. En rood, dus dat heeft hij vast zelf aangegeven. Het is echt niet alsof dat geprogrammeerd is door Miyamoto. Spelletjesfreak. Oh. Ja, die al helemaal niet. Die spelletjesfreaks, dat zijn freaks. Ja, nou ja, zo zou het wel kunnen zijn. Die wat, mate? Die warding. Waarom zit hier ook niks anders wat ik kan gebruiken? Waterpistool! Wat kut. Vind je waterpistool kut? Ja, wel, dat zit in Nederland. Nee, oké, stop. Ik laat maar weer. Doe maar weer zo. Je bent echt een haverboy aan het worden. Nee, ik ben heel lief geweest deze aflevering om dat kleine momentje na te maken. Elk goed mens kan fouten maken. Kijk naar Zuko. Mm-hmm. Wel veel fouten gemaakt. Hij doet bite. Weet je wat bite in het Duits is? Geduld. Oké. Okay. Als jij het zegt. Jij bent hier nu ook al een Duits master, Sander. Nou.
Battlefucking. Het lijkt me nog steeds leuk om een Pokémon game te doen in een taal die ik niet ken. Het liefst zou ik Italiaans doen, maar daar zijn de Pokémon namen hetzelfde. Dus dat is jammer. Ja, weet je dus dat zeker? Ja, dat heb ik opgezocht. Oh, maar dan kan je het in het Frans doen. Ja, dacht het niet. Ik haat de Franse taal. Dus dan wordt het waarschijnlijk Spaans. Dat vind ik wel een mooie taal. Mm-hmm. Maar ik weet ook niet of die... Ah, Spaans zullen ze wel, want er zijn ook heel veel Portugezen. Ik ben dood. Oh, het valt mee. Hij de magnitude 9. Dat en ik overleefde het. Nee, maar er zijn heel veel landen die Spaans spreken. Dus ik neem aan dat Spaans wel eigen Pokémon namen heeft. Maar dat kan ik zo opzoeken op Bulbapedia, want die geeft al duidelijk weer. Doet Celebi dat ook? Dat weet ik niet. Ik hoop het niet. Zo is deze plus van alweer rough skin. Ben je er nog, Sander? Sorry, ik werd eventjes verstoord. Ik hoop dat ik hem gaat, ja. Zullen wij de aflevering beëindigen? Ja, is goed. Oké, iedereen bedankt... Dat is niet stoppen, hè? Iedereen bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Je ziet bij de volgende aflevering van Pokémoning After Locking. Doei! Even dit probleem op te lossen. Doei! Oké.